Yo, kijkers van Online Games, van harte welkom terug bij een gloednieuwe aflevering van Red Dead Redemption 2. Goed jongens, we gaan verder waar we natuurlijk afgelopen donderdag waren gebleven. Ik ben onderweg terug naar ons kamp, want daar staat Dutch op ons te wachten. Dus we gaan eens even kijken wat hij wil. Maar ik wel, oh wauw, we kunnen natuurlijk al mijn wapens. Maar ik heb ze wel al bij me. Dus we gaan eens even kijken wat hij wil. Nu dat we natuurlijk toch hier zijn, kan ik net zo goed heel even wat geld doneren. Okay, daar staat Dutch op ons te wachten. Maar ik ga daar zo naartoe, want ik ga eerst even wat geld doen. Dat is als het goed is boven ergens. Hier. Kijk, weer op die verkeerde knop aan. Geef me maar, hoeveel gaan we geven? Ik heb zelf... 4315. Oh, dan kan er wel 15 erbij, ja. €15. Of dollar, wat ook. 4300, dat is echt best wel wat hoor. Dat is behoorlijk wat. Wat gaan we dat geld doen, jongens? Ik heb het echt geen idee. Misschien dat we op een ander kamp ergens misschien iets zitten. Ja, hier is het wel tof. Doet het huis. Ja, we gaan denk ik toch wel weer een keertje hier weg. Dus, Jim? Vertel. Gaan we bank beroven? Hebben we nog meer geld? Het is een city. Er zijn police. Maar as far as we can tell, the patrols will all be going this way. Abigail and I caused the diversion. That's the opportunity. What do you think, Arthur? I don't see we have a lot of choice. We linger around here, we know we're dead. But the plan? We got a decent bunch. We know how to fight. We zijn natuurlijk al een paar dagen mee bezig. Met Dutch. I reckon doing it in the day with a distraction. That's what Jose is saying. It's as good a plan as any. I think I agree. When we do it at night, there's the dram of just getting into the bank. Can't do that silently. Pick us off far easier. I know. I'm just making sure. Every plan is a good plan if we execute it properly. Every problem we had was because we did not execute properly. Even Blackwater, from my understanding. Blackwater. You're right. Maar ik denk dat het gewoon in St. Denis is, hoor. Let's rob this bastard. Everyone get some rest. We ride out in the morning. Look smart. Travel light. You got everything, Arthur? Sure. So, we rob ourselves a bank, and within 6 weeks we're living life anew in a tropical idyll, spending the last of our days as banana farmers. Let's get out of this godforsaken place and go rob ourselves a bank! Ja, we gaan dus eigenlijk een bank beroven. En zo te zien gaan we met z'n allen. This is it, gentlemen. The last one. Where have we heard that? De laatste one. Dus we gaan eigenlijk een bank beroven. Zodat we natuurlijk later een echt een huis kunnen kopen. Trying to stay real about all this. Real. Oh, how I detest that word. So devoid of imagination. How soon are we shipping out? We hebben natuurlijk twee van die goederenwagens waar we natuurlijk al dat geld daarin kunnen proppen. We're just gonna leave that behind. Forget that, it's gone. You all talk like it's the only goddamn money in the world. We're gonna take that and more. Take it from the people who take it from us. This isn't some hick town $100 operation. This is a big city bank.
Ja, alle wapens, ja. Gelijk even alles. Right. With security, guards, police. Hosea has done his reconnaissance. We've been over this. The plan. One last time. Hosea and Abigail are the police. We go in calm and fast. Don and Lenny secure the front doors. Javier takes the side exit. Bill, Micah, and Charles control the crowd. Me and Arthur deal with the bank manager and vault. Got it? Got it. Yep. Got it. Gentlemen, let us go ahead. How long do you need? Not long. 15 minutes or less. You'll know by the noise. Any problems? We'll see you in camp. 15 minuten tijd en dan terug naar het kamp. Waar rijden we dan? Ja, we gaan echt naar Sint Dennis. Everybody know the drill. We head in hard. Stay calm. They won't be expecting us. Ja, het is wel nodig om met zoveel man te komen, want je hebt heel snel de politie achter je aan. Ja, die heeft haast. Wij gaan als het goed is met z'n drieën, of met z'n vier, oh, we gaan niet echt wat tempo maken. Wij gaan met z'n vier daar en dan staan zij ergens op ons op te wachten. Met z'n vieren lopen wij dus naar binnen. There's Bill. Let's hitch up here. The National Bank. En ik had echt een heleboel geld. We gaan wel even alle wapens meenemen. Robbing thieves, it ain't no crime at all. Folk like this, they stole what this country could have been. Stay cool, fellas. Act natural. Wait for Hosea to do his thing. Die gaan ze zo ook allemaal. Looks like there's law over the other side. Have a modicum of faith, John, will you please? Soon as we get out, load everything onto the wagon here. Die gast die moet wel denken van wat gebeurt hier. Kijk, ze hebben iets laten ontploffen. Nou gaan die allemaal daar naartoe en kunnen wij naar binnen. Handen omhoog. Who do you think you are? Okay, now then, Arthur, would you please have Senior Bank Manager here open up the vault? Openmaken. Ga geen rare dingen doen, vriend, want anders krijg je kogel tegen je kop aan. What's your problem, pal? Open the vault, come on! Kom op, maak eens wat tempo, vriend. Er zit zeker nog een deur, of niet? Oh nee. Holy shit, joh! Oké, even die wapen weg.
We gaan alles meenemen. Wat zit daarin? Loot. Moeten we nu alweer gaan? Ik wil de rest hebben. Let him come. You can always cut a deal. I've given you enough chances. Come on. Als hij hem omlegt. Oeh, ja, dat dacht ik. No. Oh, God damn it. Ja, hij is neer, hè. Het is niet zietig in de plaats, hè? Heb ik een ander wapen, alsjeblieft? Pak dit wapen maar. Kijk, die is tenminste wat haalder. Gewoon op de hoofden mekken, dan gaan ze in één keer dood. Ik moet mee met Dux. Waar zit die gast? Goed uit de wal. Take cover! Bam! Dat is wel gehoord. Kom iedereen komen? Go to the roof. Sniper, kijk, ze weten niet dat ik daar naartoe ben. Ik
één minder. Dat is de tweede. Gaat ze strook? Er is neer. Als er nog eentje weg. Oké, follow Lenny, oké, nou. Houd wel ons wapen bij ons. Nee, Lenny is weg. Ik heb me niet verteld dat hij neer is. Onze maat. Ja, hij is echt neer. Ja, hij is neer. We hebben nu samen met Dutch en we gaan allemaal erin. I don't believe it. They knew we were coming. Just like your ferry job in Blackwater. Ain't nothing like that. Goed, maak het ding maar dicht. Oh, hij kan niet meer. What now? I don't know. I don't. This whole town is filled with cops. Ze weet even niet waar we zijn. We go back to camp. They're gonna get every last one of us. I know they're gonna be watching the roads. I got it. A boat. What you mean? We stay here till nightfall. Then we sneak on down to the docks. We get ourselves out of here. Yeah. Where? Any place will do. That's all I got. We leave. We lie low. We come back for the rest in a few weeks. I'm guessing it's that. We die out there right now. Exactly. Now, everybody, calm down. I mean... Zo hier blijft dan raak ik soms precies kwijt. Ja. Okay. Follow me. And keep your heads down. Zijn ons dus nog wel aan het zoeken.
gaat dus nu met de trein weg. Ik wacht heel even. Loop, 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 loop. Wat? Zit je wat alert? Laten we ons gewoon zo even houden zonder wapens. Even zonder wapens lopen. Why we have to check the train. They just robbed Lemoyne National Bank. It's not like they're gonna take the first line out of town. What Milton said. Milton said a lot. Come on, I won't be out here all night. Okay, ze zijn weg. See if you can draw them out. Draw them out? How? I don't know. Make a noise, whistle or something. Check out, yeah. Hoe is hier? Moet daar naartoe lopen. Heel wat mensen. We've wasted
z'n vier staan ze daar. Dat gaat nooit lukken. Huisgerend. Dat is de boot waar we op gaan. Om uiteindelijk te gaan vertrekken. Maar gaat dat goed komen? Dit heel zachtjes gaan doen, denk ik. Oh, we varen al. Well, we got some gold, sure. We zijn wel bijna een half uur bezig. I don't know. John, Lenny, Jose. Drie man zijn weg. Wat een overval. Niet echt een goede overval. Guess I'm gonna introduce myself. Er zijn trouwens ook nog mensen. Give him some of this gold to secure his silence. And find out where we're heading. How do I look? Maar waar gaat deze boot naartoe? You're no good killer on the run from the law. Ain't that the truth? Excuse me, sir. Hey, who are you? Forgive me. A stowaway. Can I see the captain, please? I come in peace. Well, take a little more gold, but I think we're gonna be okay. This captain, he is a fine fella, a New Englander from the Cape. The rest of the ship is Frenchmen. They're heading down to the islands, taking some Pennsylvania coal. Now, apparently, we're gonna be able to slip ashore in northern Cuba in a couple of days. Gaan eventjes naar een ander land, tijdelijk, denk ik. Cuba. A while, then hurry back, gather up the rest of our family. At least we got some money now. We zijn dus met z'n vijven. That you can do whatever you please. So you reckon they'll follow us to Cuba? Like Colonel Waxman on a jolly? I highly doubt it. I reckon we hold ourselves to ourselves and this is done and dusted. Let's hope so. I ain't no sailor, but that cloud look like good news to you. Holy shit. Wake up. Dit is 's avonds, het stormt. Shit, we zitten midden op zee, ja. Shit, alles staat in brand. We moeten van boord af. Uh-oh. We zullen moeten.
Nou was dat de nacht? Ah, the fuck zitten wij nu? Welkom to the new world. Een nieuwe wereld. We leven nog. Maar wat was dat een overval dat helemaal fout ging? Het is wel hier subtropisch. Dus dat is wel weer chill. Maar waar zitten wij? We lopen maar. Maar we zijn alleen, waar is de rest? Leven ze nog? Ik denk dat we voorlopig op dit eiland even blijven. Hier wel prachtig, zeg dat wel. Chapter 5, deel 5. Kuakma. Achievement ontgaandeld. Hoe is het? You complete chapter 4. En dus gaan we nu 5 doen. Maar daar ga ik het wel mee ophouden. Nou, ik wil even kijken wat de map is. Ah, dat is niet veel. Hier is het. Goed, maar ik ga het hier zo wel in ieder geval echt bij je laten, jongens. Wij zien elkaar uiteraard morgen weer terug. En dan gaan we kijken hoe dit verder afloopt. Goed, kijkers. Bedankt voor het kijken. Dank voor het liken en... tot de volgende keer weer. Tot morgen dan weer, jongens. Mazzel!